Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Michael Besseling en deze serie gaat over Rome. De eerste dag heb ik me ondergedompeld in het oude Rome. Het Forum bevindt zich op de plek van de eerste nederzetting van Rome. Vanaf de 6e eeuw voor Christus groeide de stad. Bijna elke koning, consul of keizer wilde een eigen monument, tempel of openbaar gebouw hier op deze plek. Het Forum Romanum was ooit het bruisende hart van de stad Rome. De plek waar iedereen naartoe kwam. Het was het centrum voor geloof, politiek en handel. Vanaf de 6e eeuw voor Christus groeide de stad. Bijna elke koning, consul of keizer wilde een eigen monument, een tempel of een openbaar gebouw op deze plek. Toen Rome in verval raakte, werd het geplunderd door de barbaren. En de marmeren bedekkingen die de monumenten sierden, werden door de administratie van het Vaticaan verwijderd, om te worden gebruikt in kerken. Na een zegevierende oorlogscampagne werd het Forum gebruikt als locatie voor militaire parades, waarbij het leger onder triomfbogen marcheerde om hun prestaties te vieren. Het Colosseum was een theater, bedoeld om het volk te vermaken met gevechten van gladiatoren. Soms waren het man tegen man gevechten, maar vaak ook man tegen dier gevechten, met dieren zoals olifanten en tijgers. De tour ging door het ondergrondse gedeelte van het Colosseum. Onder de arenavloer waren kooien, waar de beesten werden voorbereid voor een gevecht. De dieren werden dan met een lift naar de arenavloer gebracht. Door de eeuwen heen stierven er honderdduizenden dieren. Als je over de ring loopt en naar beneden kijkt, kijk je eigenlijk in het backstage-gedeelte. In de oudheid lag er een vloer overheen. Die vloer was de eigenlijke arenavloer. De naam Colosseum was afgeleid van het kolossale beeld van keizer Nero, wat destijds naast het theater stond. Dit is het theater van Marcellus. Julius Caesar is ooit met de bouw gestart, maar keizer Augustus heeft het voltooid. Naast het theater bevindt zich de tempel van Apollo Socianus. En dit was het alweer. Bedankt voor het kijken en tot ziens in de volgende aflevering over het Vaticaan.